Hi, hier is weer een nieuwe vlog van Zorgbureau De Liemers. En vandaag wil ik het eens even hebben over communicatie. Communicatie is eigenlijk tweerichtingsverkeer. Je communiceert met iemand anders. En voor mensen met autisme is dat vaak heel moeilijk. En kun je je misschien een beetje gevangen voelen achter tralies in een wereld die je niet goed begrijpt. En voor mij als iemand die niet autisme heeft, is het ontzettend fijn dat er een aantal jonge mensen zijn die daar een boek over geschreven hebben. En dan bedoel ik dus jonge mensen die zelf autisme hebben. Deze bijvoorbeeld heeft herinneringen echt vanaf haar kleutertijd. En dat is voor mij ontzettend helpend om te proberen rekening te gaan houden. Met waar hebben jullie het nou zo moeilijk mee? En ik heb net even een beetje een lijstje gemaakt. Ik laat het even zien. Waar ik aan jou vraag, als kind of als jongvolwassene of als volwassene. Wat is het nou waar jij zoveel last van hebt? Kun je dat op een lijstje zetten en bijvoorbeeld eens aan mij mailen of het zorgbureau mailen, met je ouders bespreken of je ambulant begeleider, zodat wij ons best kunnen doen om beter rekening te houden met jullie. Ik heb hier het boek niet bij liggen, waarom ik soms op en neer spring, maar dat is dus geschreven door een, ik geloof toen, 12-jarige Japanse jongen, die dus heel mooi kan opschrijven wat hij nou zo lastig vindt aan die wereld die hem niet begrijpt. En hij is ondertussen 24, wereldberoemd, schrijft nog steeds boeken, maakt geloof ik ook vlogs, kun je zo op internet opzoeken. Heeft een tweede boek geschreven, 7 keer vallen, 8 keer opstaan. En dat, ik vind het super helpend in die communicatie, tweerichtingsverkeer, tussen mensen met autisme en mezelf. En ik kan pas rekening houden met die ander als ik weet wat er is. Dus alsjeblieft, ga het vertellen. Laat je stem horen. Hé, ik kijk er naar uit. Doeg!